Stel, je bent je telefoonnummers kwijt en een onbekend nummer belt je op. Dan neem je op en je kan meteen horen of het een man of een vrouw is bijvoorbeeld. En je herkent de klanken. Je kan horen wat de persoon zegt. Mensen zijn er heel erg goed in. En ik ben heel benieuwd wat er in de hersenen gebeurt als wij taalklanken onderscheiden. Maar daarnaast ben ik er ook benieuwd naar of dieren dat ook kunnen. Daarom vergelijk ik mensen met zebravinken. Nou ja, dat is redelijk nieuw. Taalwetenschappers die zeggen soms dat kan je toch helemaal niet vergelijken, want taal heeft zoveel meer betekenis en zang van een zangvogel, dat is toch ook gewoon iets heel anders. Maar ik denk dat dat wel kan. Zebravinken ontwikkelen hun zang op dezelfde manier als wij onze taal ontwikkelen, want ze leren het van hun ouders en ze hebben ook een soort van babbelfase. Dus in dat opzicht kan je ze goed vergelijken eigenlijk. En ook in perceptie kan je ze best wel goed vergelijken. Dat is wat ik doe. Dus we kijken eigenlijk ernaar, kunnen zebravinken en mensen geluiden onderscheiden? En hoe doen ze dat? We kijken naar zebravinken, hoe zij dat doen, door ze in een kooi te zetten. En in die kooi zitten 3 knoppen. In het begin gaan ze op ontdekkingstocht en dan krijgen ze altijd een beloning in de vorm van een liedje of in de vorm van eten. En dan uiteindelijk trainen we ze zo dat ze op de middelste knop als eerste drukken. En daarna moeten ze voor geluid A naar links en voor geluid B naar rechts. Als ze dat goed doen, krijgen ze eten. En als ze dat niet goed doen, dan gaat het licht heel even uit. En zo trainen we ze en kunnen ze uiteindelijk naar de volgende fase, wat meer specifiek is voor mijn onderzoek, met specifieke geluiden. Mensen testen we met dezelfde geluiden, maar het is ook voor mensen best wel lastig, want er zitten variaties in die E- en I-klanken en die man- en vrouwklanken. Dan maken we een fMRI-scan, dus dan kunnen we zien wat er in de hersenen gebeurt. En we hopen daarmee meer te ontdekken over wat de basis is van spraakperceptie in het brein. En daarnaast hoop ik ook dat mijn onderzoek in ieder geval een klein beetje kan bijdragen aan taalstoornissen en uiteindelijk oplossen daarvan. Ik hou heel erg van puzzelen en ik heb ook wel eerder voor de wetenschapsredacties van Parool en de Volkskrant gewerkt. En dat vond ik heel erg leuk en heb ik veel geleerd. Maar ik miste altijd dat puzzelen een beetje en er dieper in gaan. En het is heel leuk om je eigen onderzoek op te zetten en te zien hoe dat loopt. Mijn onderzoek is ook heel zichtbaar, want 's ochtends als ik in Leiden ben, dan ga ik vaak eerst naar de vogels en dan ga ik 's middags nog eens kijken. En ja, je ziet gewoon eigenlijk wat voor data er binnen stroomt en dat is heel erg leuk. Faces of Science.